Zo, dit moet een struikjes worden. En door de bijen is het weer donker natuurlijk. Oh! Hallo mensen, leuk dat je er bent. In deze special van Disneycraft. Ik had even niet in de gaten, maar jullie zijn er gewoon hier. En jullie denken, jullie vragen massaal, Vincent. Vincent, kom even luisteren. Even een beetje dichterbij. Jongens, even een beetje dichterbij. Kom op. Jullie vragen mij, Vincent, wanneer komt Disneycraft 100? Ik weet het, jongens. Het doet pijn. Het doet pijn. Nee, ik kan zeggen alvast dat jullie gewoon even geduld moeten wachten. Laat niet in elke comment weten wanneer het komt, want het komt er heus wel. Het duurt gewoon eventjes een tijd. Daarom deze speciale video voor jullie, deze kleine special, waarin ik even stiekem ergens bouw waar jullie denken van, what the fuck is dit allemaal, weet je? Dit is echt raar. Dit is gewoon geen Disneycraft. En we hebben de map geüpdate. En aan het eind van de video laat ik die map helemaal jullie zien. Nee, doe ik niet. Nee. Jullie dachten al, yes! Nee, ik zat eerst te denken van, dan verklap ik heel veel, weet je? Nee, ik ga dat gewoon niet doen. Ja, jullie moeten gewoon even wachten. En ik meen het echt serieus. We gaan binnen nu en wel, ik denk ongeveer 3 weken zijn we sowieso open. Er moet nog hoop gedaan worden. Qua afwerking in het park. Want we willen bijna het hele park gewoon af hebben. Attracties willen we af hebben. De Wonderworld is nog in aanbouw. Krijgt nieuwe scènes, dat kan ik je niet verklappen. De Simba Coaster is gewijzigd. Echt, er zijn attracties weggehaald. Echt heel veel attracties. En we hebben pas een trailer lopen kijken van Disneyland. Van Disneycraft eigenlijk. En in die trailer hadden we eigenlijk zoiets van, dit is weg, dat is weg, dat is verdwenen, dat is vervangen, dat is weg. Alles was weg wat we in die trailer zagen. Ongelooflijk. En we hopen zo erg dat jullie het zo leuk gaan vinden. En ik denk het bijna wel. We hebben nou trouwens iets heel vets. We hebben namelijk Biofrost. En Biofrost zijn ontzettend goede bouwers. En die bouwen, die hebben al voor namen gebouwd. Zoals David, even om zo te noemen. En ze hebben nog meer kanalen hebben ze voor gebouwd. Voor mij voor Milan, maar dat weet ik niet zeker. En nu dus ook voor Disneycraft. Voor het eerst gaan ze in een pretpark server bouwen. En ze hebben echt fantastisch werk al afgeleverd. En ik wil eigenlijk in deze video wel iets laten zien wat ze hebben gemaakt. Eigenlijk aan het einde van deze kleine korte special. Ik ben nou zeg maar de natuur aan het doen. Want Disneycraft krijgt, nou ik denk 3 keer meer natuur dan je verwacht. En ik ga even naar Warp Jafar. En dan wachten we even. Dit is Jafar. Hallo, dit is Jafar. En dit is de nieuwste attractie van een van de nieuwere Dark Rides. Deze Dark Ride wordt een van de mooiste en leukste attracties van het hele park. En als je kijkt, dan is het fantastisch hoe Biofrost dit heeft omgebouwd tot een fantastisch, nou ongelooflijk, ze zijn nog bezig. Maar het is fantastisch mooi aan het worden. En ik zweer het je, dit wordt zo groot en vet. Ze hebben zo fantastisch dit aangebracht. Maar hierover krijg ik nog meer video's op mijn kanaal. Disneycraft 100 laat nog even op zich wachten, maar we zijn ermee bezig. Hou je gedijst. Want in de Disneycraft 100 aflevering ga je namelijk beelden krijgen die je nooit hebt gezien. Prachtige shaders beelden. Je krijgt muziekclips te horen of muziekliedjes. Er is een nummer op iTunes die je kan, of Spotify die je kan beluisteren van Disneycraft. Nieuwe nummers. Het wordt fantastisch. Dames en heren, laat een like achter voor deze special. Speciaal voor jullie met uitleg. Niet in elke video vraag om 100. Want het komt wel. Ik beloof het jullie. Tot later. Hou je taai.